doet dan niet alles hoe gek is terug. Zeg, oh, Ja, ik kom, Beb. Oké. Ja, maar volgens mij zijn ze nog aan het verbouwen. Kom, Beb. Nee! Kom nou hier, Aaien. Weg, maar we kennen bij ome koken en hem ook lekkere ballen nee, maken. Eten. Wie weet wat je allemaal naar binnen geschoven krijgt. Nee, dat is heel spannend, juist. Heel spannend, zo. O jee, kijk nou. Heb er een de wipziek erover? Nee, dat moeten wij ook doen. Een beetje last van mijn rug, hè? Maar als hij het doet, moet wij het ook doen. Jawel, maar dadelijk springen mijn bretels los. Ik kwam zo niet vaak niet aan rotie aan van. Zou je dat even kunnen herhalen? Mi sang fo mi ka te abro fang. Wat zou die zeggen? Ja, dat weet ik niet. Nou, wacht, ik heb hoe en wat in het Japans bij me. Wacht even, hoor. Nou, hoor, van, hè, zei hij. Hoor je me van? Of wij gereserveerd hebben? Ja, dat hebben wij. Oh, wij hebben gereserveerd. Oh, dat verstaat hij niet. Wacht even. Gereserveerd. Hier heb ik hem. Toen was het in de Wilt u dat nog een keer herhalen? U hoorde, ik spreek ook uw taal. Hartelijk welkom in Japans restaurant. Oh, hoor nou, wat leuk, wat leuk. Wij gaan beginnen met jassen uittrekken. Oh jassen uittrekken, wat leuk. Doe even, Ben. Wat spannend dan. Ja, dat wordt gezellig, dat voel je aan alles natuurlijk, hè. Dat wordt gezellig. Want u krijgt kimono. Kimono. In Japan hebben ze nog geen stereo natuurlijk, hè. Ja. Aantrekken. Wat een rare lappentoets aan te hebben. Geef u man juist. Ik heb je eigen meiden. Gaat het hij? Ja, ik geloof dat ik erin zit nou. Hè? Oh, hij staat je hartstikke leuk. Heel leuk, hè? Ja. Hoe vind je mij? Nou, vind jou ook heel leuk staan, hoor. Ja. Dankjewel, hè. Ja, alles wat gek is, dat staat jou goed, hè. Oké. Lekker maar. Nee, ik ga niet zonder jas aan tafel, Beb. Ik houd netjes, hè. Maar kimono, lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Wil u nu schoenen uitdoen? Schoenen? Daar heb ik niet op gerekend, hoor. Nee, ja, daar heb ik niet op gerekend, eigenlijk. Nou ja, goed, oké. En u krijgt een muiltjes aan. Japanse muiltjes aan. Oh, Beb, wat heb je toch een grote muil. Kijk eens even. Lekker makkelijk. Oh, wat leuk. Ja, gezellig, hè. Lekker makkelijk. Ah, kijk, zo. Wel leuk. Nou, wat staat dat leuk, hè. Op muiltjes. Nou, kan het leuk. Hey. Hey. Oké. De ballen. Nee, ik ga niet zonder schoen aan de tafel, Beb. Ik ben er klaar voor. Klaar? Ja. Lekker makkelijk? Lekker makkelijk, ja. Kom u maar naar tafel. Ach, kijk nou toch. Zitten aan tafel, lekker laag, lekker makkelijk. Wat een klein tafeltje, hè, Beb. Zeker een klein. Maar ja, omdat hij zo klein is, hebben ze het natuurlijk op een verhoging gezet, hè. Zo doen ze. Op de kussen zitten aan de tafel, lekker makkelijk. Ben je gewoon, gaat u zitten, gewoon, laat u vallen. Laat u vallen.
zeg, alleen even doorsmeren en olie verversen, hè? Zeg. Wat een gedoe is dat? Lekker. Niet echt dat je zegt. Vooruit te gaan, hè? Zit op mijn franje, zei. Ja. Zeg, waar zou die onechte Barbiepop gebleven zijn? Weet je wat, ik geloof dat je hier eventjes op mijn rammen haaien. Daar komt hij. Op die gong? Zo'n gong is dat. Oh, daar gaan we, Beb. Zo, ik geloof dat het journaal gaat beginnen, Beb. Oh, kijk, daar komt Fred Emmer al. Hallo, Fred. U zit lekker makkelijk. Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Wij heten u hartelijk welkom. Mogen eten, strelen u dan. Oh ja, je gaat een zoen over. U krijgt een menukaart. Als je menukaart. Als er weer. Zo. Beb, kijk nou. Er staan alleen maar cijfertjes in je menukaart. Ja, zie je dat? Raar, hè? Zeg, chauffeur, er staan alleen maar... Er staan alleen maar getallen hier zo in de... Dat is vreemd. 1000 maal excuses. Ah, 1 keer is genoeg, joh. Ben gek. Onze grote menukaart zijn nog bij drukkerij. Ah. Dit zijn alleen maar kaart met nummertjes. U meenoemen nummertje, ja. Ik u vertellen gerecht. Maar dat weten wij natuurlijk niet wat. Ik kan u misschien een paar... indigesties geven dat het welk nummer een beetje te gek is, zou ik maar zeggen. Ik doe suggestie. Ja. U weet en wil wat lekker is. Ja, dat zullen wij wel weten. Ik u zal zeggen. Ja. Nummer 16. 16. Hebben wij, ja. 18. 18. 22. Ja. 27. Nee. 32. Bingo! Auto, hè, Ben? Nee. Dat komt goed uit, dit keer. Dat is niet bingo. Niet bingo? Ik heb ze allemaal. Nee. Nee. 1000 maal excuses, u mee moeten zeggen nummer. En ik u vertellen welk gerecht daarbij horen. Ah, op die manier. Ja. Ik vind 36 vind ik wel lekker uit. 36, ga je dat doen? Zal ik gewoon 36, een beetje doorgebakken? Ja. Bij 36. 36, dat is boerenkool. Boerenkool? Boerenkool. En 48 dan? Zuurkool. Zuurkool? En 59? Ertensoep. Maar dat is toch helemaal niet Japans? Natuurlijk, helemaal geen Japans. Wij in Japan ook wel weten wat lekker is. Japans grapje. Zeg. Hij weet ook wel wat lekker is, maar zover wou ik niet gaan, hoor, Beb. Nee, zou jij hem niet kunnen vragen of die speciale Japanse dingen hebt of zo? Mijn vrouw wil graag weten of je een Japans ding hebt. Dat vraagt Becky. Ja. Of Japans, hè? Wij hebben vele Japanse dingen. Kom je in? Ik u kan aanbevelen onigiri. Onigiri? Is dat een Japanse ziekte of zo? Onigiri is voorgerecht Japanse rijstballetjes. Oh, dat lijkt mij wel wat, ja. En wil u dan onigiri gewoon voor 3 gulden? Of onigiri speciaal voor 3,50 gulden? Mag ik even vragen wat is verschil? Beb, doet u niet zo dom, dat hoor je toch? Verschil is tot 2 kwartjes, dat hoor je toch? Doe die maar die rijstballen en voor mij dan speciaal en voor Beb gewoon. Nee, voor mij ook speciaal. Jij neemt gewoon. Gewoon in speciaal. En wat komt er dan nog meer? Dan ik u nog kan aanbevelen. Noto ya soko. Is dat ver rijden? Noto yasuko zijn gebakken vogelnestjes. Oh, gebakken, die nee. Neem ik. Neem nou geen gebakken vogel. Misschien krijg je een heel ooievaarsnest. Dat krijg je niet op, hè. Nee, doe maar geen vogelnest. Geen. Halen wij door. Wat heb je nog meer? Grote Japanse specialiteit zijn sukoyaki. Wie? Sukoyaki. Sukoyaki. Alle soorten vlees met nihon, taho en chitsakue zeewier.
zei nou, ik weet niet waar het over gaat. Ik zou zeggen, gooi het maar op een bord, zoeken we het zelf wel uit. Ja, dat doen wij. Lijkt mij het lekker. Oké, alles door elkaar. Alles door elkaar. We pakken menukaart. Als je menukaart. Ik brengen. Ja, natuurlijk. Nou, dan wachten wij af, Beb, wat er nou gaat komen, ja, hè? Ja. Gezellig bloemetje. Bertus, de rijstballetjes, ik heb hier een paar maloten en die willen sukoyaki. En die willen het hele zootje door elkaar, zeggen ze. Maak jij dat even in orde? Oké. Zeg, hallo, chauffeur. U praat nou ineens Nederlands, hè? Ja, kok en in keuken zijn Hollander. Zoveel makkelijker. Japans grapje. Zo, ben ik even blij dat hij geen eigen show heeft. En dan hier, sake. Wat? Sake. We moeten zakken, hè? Ja. Drankje heet een sake. Oh. Aperitief. Oh, wat leuk, een drank. Drank in een sake, wat leuk. Ja, ik ben ook benieuwd wat ik weet, Beb. Wat ik... Onigiri. Wie? Onigiri. Oh, ja. Oh. Alsjeblieft. Onigiri, Beb. En de onigiri, ja? Speciaal voor meneer. Kijk eens, alsjeblieft. Oh, dat ziet er wel even ontsmakelijk uit, hè, Beb? Zo. Hallo, chauffeur. Er is geen vork en mes moeten we nog hebben. Moeten we alles alleen, eten met de stokjes. Alles met de stokjes? Oh, kijk, Mikado, Beb. Leuk, Mikado. Oh, ja. Ik heb hem. Ja, u bent. Nee, dat zijn geen Mikado. Dat zijn stokjes om mee te eten. Ja, geef u mij maar stokje. Ik u laten zien, u pak dat tussenvinger. En dan zo oppakken en eten. U ziet en niets aanraken met de handen. Alleen met de stokjes. Oh. Smakelijk eten. Ja, dat maken we zelf wel uit, natuurlijk. Nou, dat zou me... Ja, dat zou me een klap geven, hè. Dat wordt natuurlijk... Waar hebben we? Waar hebben we? Heb je maar... Wat gebeurt? De ballen vielen op de grond. Doe maar gewoon weer in het potje. U kunt hier van de grond eten, doen de muizen ook. Japans grapje. Nou, ik eet die ballen gewoon met mijn hand, Beb. Dat vind ik helemaal nee, nee, doe dat, dat mag je niet doen. Je hebt gehoord wat die meneer heeft gezegd. Je mag alleen maar met stokjes eten, niet met je handen eraan zitten. Doe dan een keer niet zo onsportief, nou, hè. Ja. Vrij flauw, dat vind je flauw. Ik vind het flauw. Ik vind het flauw. Ik doe een beetje zout. Nee, niet met je handen. Met stokjes moet je dat doen. Ik hoop dat zoutvaartje toch niet met stokjes te pakken, dan ga je er gewoon... Dat heeft die meneer gezegd, je mag niet met je handen nergens aan zitten, hoor. Toevallig. Ja, zit nou. Gaat maar goed. Zul je weer al dat zout te eten? Nou ja, ik prummel het wel een beetje door. Ja, nou ja, je moet er toch iets van eten, hè, Beb? Ik toch toch. Lekker smaken. Ja, een beetje zout was het. Heb je nog wat bloemenwater? Ik moet even naar de pipi, Beb. Oh. Ik, nou, waar is hier de pipi? Pipi? Nou, gewoon de pipi van de... Wat is de pipi? De pipi en de poepoe en de gewoon de dingen. Oh, afdeling heren. Afdeling heren. Zijn om het toekie. Die zijn om het toekie. Om het toekie. Daarom het toekie. We zo terug hebben. Ja. Mevrouw. Jullie lekker eten? Ja, het is weer eens wat anders. Smaakt lekker, hè? Ja. Maak er even bij nog. Wat is ben je snel terug, hè? Nee, ik mag nog. Ik was mijn kopjes vergeten.